Vandaag in het toffe V-dossier Loretta Schrijver. Tijdens het 19:30 gaat alles, maar dan ook alles mis. Loretta denkt dat het een live-uitzending betreft. Met dank aan onze medewerker Jeroen Pauw. Het RTL Nieuws met Jeroen Pauw en Loretta Schrijver. Goedenavond. Goedenavond. Het is RTL Nieuws van vrijdag 25 januari. September, geloof ik. Dit zijn onze belangrijkste onderwerpen vandaag. Driekwart van Nederlanders tegen verdere instroom van immigranten en asielzoekers. Minister Van Aartsen prijst Nederland aan bij Verenigde Naties. Dat ziet u hier. En George is aangekomen in Florida. Miljoenen Amerikanen op de vlucht. Valse start, maar we gaan het inhalen. De Nederlandse bevolking denkt steeds negatiever over de komst van immigranten en asielzoekers naar ons land. Oh, wat erg. Neemt u ons niet kwalijk. We beginnen gewoon opnieuw. En dat blijkt uit een enquête van het NIPO onder 1400 mensen. Als je de mensen op ja, nee. Het is zo erg. Nee, het kan ook niet. Mensen van vlees en bloed. Ik kan wel janken. En de kleur bloed is allemaal hetzelfde. Sorry. Sorry, ja. Nou ja, sorry. Het nieuwe regeerakkoord maatregelen aangekondigd. Zoals een verscherping van de vreemdelingenwet en het sneller terugsturen van asielzoekers. Die geen enkele... En wordt teruggesproken. Die zijn afruus. En dan ga je weer, let op. En lachen. Nou. Onze excuses, er gaat ook technisch iets mis. Uit de enquête blijkt verder dat ruim de helft van de Nederlanders denkt dat de meeste immigranten niet zullen integreren in de samenleving. Maar de meerderheid denkt ook dat volgende generaties buitenlanders dat wel zullen doen. Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken heeft voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties een warm pleidooi gehouden voor Nederland. Dat is een reclameachtige betoog. Voor de komende 2 jaar wilde hij voor de komende 2 jaar een zetel in de VN zorgen. Eén keer per jaar sturen de lidstaten... Start de band van de uitzending van 19:30. Dit kan niet. Ik kan toch niet bij iedere VN zeggen. Excuses. Dit wordt een lach of iets schiet, joh. Ik ben even... Dit is Max Westerman voor RTL Nieuws, de Veiligheidsraad. Orkaan George heeft Florida bereikt. Na een verwoestende tocht over Cuba kwam de orkaan vanochtend aan in de, wat normaal gesproken, zonovergrote Amerikaanse staat is. 1 miljoen kustbewoners zijn gevlucht voor het natuurgeweld. Ja, en het band staat niet. Het is gewoon zo'n dag. We wachten. En de tekst staat, 1 miljoen kunstbewoners. Het is 1 miljoen kunstbewoners, punt, staat er. 1 miljoen kunstbewoners. Ik kan niet meer hoor. Laurens, ik ben gek. Ja. Pierre staat rustig, terwijl het maar een PR is van 2 zinnen waar ik al lang blij om ben. Ja, de machine gebruikt niet meer. Maar hoe kan er nou 1 miljoen kunstbewoners staan? Punt. Ze heeft ook iemand in die tekst zitten klooien. Ik ben aan het dromen. Dit is een hele... Ja, maar je zet ons toch gewoon voor lul. Ja, nee, maar dat hebben we zelf al gedaan. Ja. Dat we gewoon zeggen, wegens technische storingen en storingen met de presentatoren... kunnen we nog op de regen laten, want dat was al duidelijk. Wegens technische storing en storing met de presentatrice. Ja. Verder in deze uitzending. Nederlandse ontwerpers blijken hip en doen het goed in Engeland. Maar eerst de vondst van... Oh, wat is dat? En
dan krijgt hij weer op je oortje. Misschien mogen we eventjes... Ik weet het niet meer nu. Ik kan niks meer doen. En nee. Wat gebeurt hier? Nou. Wat doe je dan op dat moment? Ik weet het niet. Dan gaan we op. Dit is een soort storing. Maar dit, oh, dit is toch... Jongens, een doekje. Doekje. Ja, doekje. Nou, de storing. Oké, okay, dan kom je weer. En dan krijgt u met excuses voor al deze onderbrekingen. Maar ik liet mijn glas water ook nog over Loretta heen vallen. Het korte andere nieuws van vandaag. De Verenigde Naties... Ja, de Verenigde Naties hebben 1999... Ik zal het u maar even uitleggen. Wij zitten hier ontzettend te lachen en te gieren, want omdat alles ook al met ons misgaat. Maar ook de techniek laat ons nog eens behoorlijk in de steek op het ogenblik. Apparatuur die het niet doet. Banden die terugspoelen. Onze oprechte excuses, maar we moeten toch doorgaan ook met de uitzending. We doen ons best. KLM verwacht dit jaar een forse daling van de vliegtuigen. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij vanmiddag... KLM verwacht dit jaar een verworste daling van de vliegtuigen, zei je. Staat die er ook? Mag je even terug? Mag ik even KLM zien? Ja. Dit jaar een verworste. Dan word je. Er zit iemand te kloten in die teksten ook nog eens. Laurens. Een forse daling van de vlieg. Vuile. Nee, maar luister, het was maar een grapje. Oh, het was een grapje. Het was gewoon een grapje. En jij hebt het, jij doet mee met die smerige gooi het water in zijn gezicht. Oh, het is niet te geloven. Het, oh, wat erg, wat erg, wat erg. Wat, nee, maar wat, ik zat het. Oh, je bent helemaal rood. Oh, 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 wat zijn jullie een stelde smeer. Maar je zei het zelf, het 19:30 nieuws. Het is precies hetzelfde. Ga je huilen, wat is er? Oh, wat verschrikkelijk.